Nou, Daan. Het is zover. Ja. De fucking unboxing van de PlayStation 4! Oh! Nou, Daan, je mag het doen. Ah, maar eerlijk, ik heb hem gisteren al uitgepakt. Ik heb hem echt net zo netjes ingepakt, want ik heb hem even geüpdate. En dat is wel fijn, we kunnen straks gelijk beginnen. Maar dus ik heb hem weer zo netjes mogelijk ingepakt. Jij hebt hem dus al gewoon vastgehouden. Ik heb hem al vastgehad. Zo, je hebt hem alleen maar gezien, hè? Ja, joh, man. Ik kon het niet, ik kon me niet bedwingen. Maar daarom is het ook jouw ding, weet je. Doe je ding, jij bent een PlayStation fanboy. Nice. En nou, kijk, voor de mensen, als je dit thuis wilt meemaken, moet je niet kijken, hè. Want dat is dan zonde, natuurlijk. Ja, dat is dan niet meer nieuw. Voor mij is het eigenlijk ook niet meer nieuw straks. Nee, dat is ook jammer. Zelf PS3, hè. Dus ook nog een saillant detail, hier staat ook heel informatie over je gratis driveclub die jij krijgt. Die is uitgesteld. Hebben ze op de bedrukking, hebben ze dat eventjes, was te laat. Ja, en bijvoorbeeld Infamous Second Son en Watch Dogs staan er ook nog op. Maar ja, maar die komen nog. Ja, nou, goed. Gaan we hem even neerleggen dan. Nou, heb je hier natuurlijk boekjes. Literatuur. Bienvenue dans l'univers PlayStation. Natuurlijk in het Frans. Tuurlijk. Standaard. De controller. Nou, het zakje aan hem. Die hebben we natuurlijk al genoeg mee gespeeld. Kijk. Vette vingers van Peter zitten er al op. De controller. Zo botgeil van dat ding. Echt, hè? Toen ik er gisteren mee speelde, ik kon hem niet. Hij heeft ook niet Nederland. Welkom in de wereld van het meest. Nice. Wat zit erbij? Natuurlijk een stroomkabeltje. En Peter, wat zijn nou? Een micro USB. Ja. Dat is weer iets anders natuurlijk. Dat is nog kleiner dan de PlayStation 3 controller. Dus het kabeltje van de PlayStation 3 kun je dus niet gebruiken. Heb je echt deze voor nodig? En eventjes tussendoor, mag ik je even wat vertellen, want de beste controller tot nu toe was natuurlijk de Xbox controller. Maar deze knopjes, waarom vinden Xbox games dat? Deze knopjes geven weerstand. Dat betekent dat je ook langzaam kan. Maar dat doen deze nu ook. Het is zo'n fijne controller, echt. Ik ben echt helemaal om. En de triggers zijn ook veel beter. En nou goed, het is gewoon eigenlijk nu dezelfde controller als deze. Met het ene verschil dat de knopjes zo zitten. Dus dat is echt serieus een overwinning op PlayStation. Nice. Supergoed. En wat hebben we hier? Een headset. Oordopje. Kun je je toch nog gelijk even in de controller stoppen. Want je kunt natuurlijk een headset. Hey. Kijk eens hoe fucking mooi. Nou. Kun je zo la 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 la. Nou echt nice. Joh. Kijk, en er zit voor het brand. Eerst. PlayStation staat erop, dat is echt best wel vet. En er zit voor het eerst een HDMI kabel standaard bij de PlayStation 4. Tenminste, bij de PlayStation 3 zat er natuurlijk SCART bij. Moest je een HDMI kabel kopen, maar dat hoeft nu niet meer. En dan gaan we voor de echte console nu. Doos, weg. Sorry, maar best wel herrie, zit er niet nog wat in? Wat de fuck willen wij? Het is gewoon karton. Ja. Kijk dan, jongens. Dit is hem dan. Ja, dudes, dat is hem. Dat is hem. En kijk, dit is dus het aanknopje. Het aanknopje, ik heb gisteren 4,5 uur nachts op. Holy shit. Dit is het aanknopje, super klein. Maar dat is dus, is dat touch of? Nee, dat... het is wel indrukken, of niet? Nee, volgens mij is het touch. Touch. En dit is dus de game eruit halen. Ja, en dat zit dus hier. Call of Duty zit er nu in. En dus dit is hem. Ja, verder heeft hij twee USB ingangen. Net zoals de laatste versies van de PlayStation 3. Aan de achterkant zit natuurlijk een HDMI out voor geluid. LAN, dus er kan gewoon een internetkabel in. Nou ja, dat... En de stroom is heel klein, want het zit intern, de stroom adapter. Dat was bij de PlayStation 3 al. Oké, dat is toch wel fijn. Ik vind er wel één raar design dingetje in zitten. Kijk. Vertel. Als je hem zo ziet van boven, Jamie, dan zie je, dit is de PlayStation, want het lettertje staat zo. Dus je denkt, hij moet zo.
Maar zo moet hij niet. Hij moet zo, want hier zit aan knopje en de disk. Dus dat vond ik een beetje, ik vind het, snap je wat ik bedoel, Daan? Vind je wel een soort... Ja, rare. Maar waarschijnlijk als jij hem, je kunt een standaard erbij kopen en als je hem rechtop wil zetten, dan komt hij wel weer zo te staan. Oh, dus iedereen wil dat je zo'n standaard erbij koopt. Maar als je kunt hem rechtop zetten en dan hoort hij natuurlijk wel. Ja, oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, doe hem erin. Nee. We kunnen gelijk even laten horen hoe die klinkt. Die onder zit de stek. Top? Want, nou ja, goed, hij klinkt hetzelfde als PlayStation 3. Oh, kijk dat blauwe lampje. Ja, ja. En dat blauwe lampje wordt dus geel als hij aan het updaten is. Als hij in standby-modus, standby-modus komt staan. Kun je hem ook echt in standby zetten, of niet? Je kan hem verkiezen om hem nooit uit te zetten. Ja, dat klopt. Hij, als je hem afsluit, dan vraagt hij, wat wil je eigenlijk? Wil je hem helemaal uitzetten of wil je hem een beetje uitzetten? Ja. Kijk, en dan weer zo'n knopje. Of het wit ook? Call of Duty. Nice. Er is namelijk nog iets gedaan wat we erbij kregen. Want, stil is. Hij is al heel stil. Ja, maar vaak is de disc is hetgene wat herrie maakt. Dat hoorde je net, ja. Dat hoorde je net. We kregen er namelijk nooit bij, James. Ik ga het jullie laten zien, zo. Er zat namelijk een press kit bij. En een press kit is een kit voor de press. Daar komt het eigenlijk op neer. En het is een enorm epische press kit. Ik schrok er ook zelf van wat er allemaal in zat. En we gaan hem even aan jullie laten zien. Ik denk dat dit echt... Nou, dit is een van de epische, meest epische goodies ooit. Not for sale, is dat alvast gelijk zeggen. Allereerst, een boekje voor de players. Dat is natuurlijk de tagline. Nou, het boekje heeft allemaal informatie over games. Nou, is dat leuk of niet? Kun je lezen? Literatuur? Nou, dat is één. Dat zat erbij. Literatuur? Ja, literature. Het tweede wat erbij zat, is echt heel vet. Gewoon een naambordje. Daar gewoon mijn naam op, hè? Dat ben ik, hè? Persoonlijk. Dat ben ik. Dat ben ik gewoon. En het derde is eigenlijk het vetst. Belangrijkste. Want, ja, er moet natuurlijk ook wat te reviewen zijn. Daan krijgt hem vanavond mee naar huis. Dus ik ga lekker aan de slag ermee. Deze is een enorm epische DVD-hoesje. En daar zitten dus gewoon, serieus, 5 games in. Voilà. Dus dit is waar we als eerste mee aan de slag gaan. We gaan natuurlijk als eerste aan de slag met Killzone en dan Neck. En dan deze drie, die behandelen we zeg maar puur de grafische upgrade. Want ze hebben al reviews natuurlijk op de site. Dus deze 5 games gaan we heel snel aan de slag. EA krijgen we natuurlijk ook al heel snel Battlefield en Need for Speed. En hebben we eigenlijk het meeste alweer gehad voor Next Gen en FIFA. En dat is wat we nu gaan doen. Dus het is wel leuk. Vet man, ja. Nieuw elan in de game-industrie. We kunnen weer lekker aan de slag. Dus dit was het. Ben je blij, Daan? Heel blij. Ja, hoe zet je hem nou uit? Want je hebt geen beeldscherm. Ja, kijk. Het witte lampje, dat gaat al knippen. Nou. Gaat hij nu niet uit? Nee, hij wil niet uit. Maar we sluiten hem straks wel even aan en dan kunnen we het allemaal zien. Weet je hoe die ook uitgaat? Gewoon stroom eraf. Bam, uit. Oké. Okay. Kan die kapot gaan hè, als je de stekker eruit trekt? Echt, hoe dan? Nee joh. Weet je waar die komt staan, Jamie? Kom eens. Huh? What the fuck? Hij bent geluid! Wow, dit is de eerste console zonder stroom. Zo'n enorme Duracell wat. Nee. Draadloos stroom. Draadloos stroom. Kijk man. PlayStation 3. Weg ermee! Nee, dat ga ik niet doen. Dat vind ik zonde. En dan komt hij zo hier te staan zo. Dat is wel vet. Tja, we moeten even kijken of we straks kunnen streamen. Kunnen we alvast wat laten zien. Denk je dat het makkelijk gaat met PlayStation 4? Tuurlijk. Makkie. We gaan het zo zien. Nou goed, dat is PlayStation 4. Veel plezier als je hem gaat kopen. Als je hem niet gaat kopen, dan wacht nog even. Veel plezier. Of wacht op de Xbox One.